De uniformiteit tussen de openbare scholen en de particuliere scholen op VWO en HAVO-niveau moet behouden blijven. Volgens onderwijsdeskundige Wilgo Valies is dit van belang, zodat leerlingen van alle middelbare scholen hetzelfde diploma krijgen. Valies legt uit dat ontkoppeling kan betekenen dat de diploma's internationaal niet overal erkend worden. En op het moment dat dat wegvalt, dan kan je een situatie krijgen dat één groep, laten we zo zeggen, het gewenste niveau niet gaat halen. En dat heeft natuurlijk consequenties als die leerlingen zeker naar het buitenland gaan. En wanneer het gesanctioneerd wordt door de overheid, door het ministerie van Onderwijs, dan weet men de scholen, of laten we zeggen de vervolgopleidingen, precies wat ze van deze leerlingen kunnen verwachten. Er moet dus geen onderscheid zijn tussen leerlingen van particuliere scholen en leerlingen van openbare scholen. Het is van belang dat de druk op de middelbare scholen blijft bestaan, zodat er geen achterstand ontstaat. Valies zegt dat er op die manier een target gesteld kan worden. Een target die de studenten dienen te halen. Verder vindt hij dat het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur ervoor moet zorgen dat er geen verschil ontstaat. Dus wanneer we weten van dat die leerlingen, of laten we zeggen de openbare scholen, vanwege bepaalde situaties, dat ze ten opzichte van die particuliere scholen minder mogelijkheden hebben, dan moet jij als onderwijs, als ministerie, er alles aan doen om ervoor te zorgen dat er geen verschil is in niveau.